En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, hoe was de kermis in Heemvliet? Ja, kermis in Heemvliet. Ja, het was een beetje hetzelfde als vorig jaar. Ja, dan maakt het de kermis niet slechter op. Maar het is wel een beetje hetzelfde alles van wat. Het enige wat de verschil was, dat was dat het reuzenrad er niet was. En ja, dat vond ik wel heel erg jammer. Het reuzenrad was wel echt heel erg tof. En dat had ik nu eigenlijk wel willen doen. Want nu was het weer tenminste een beetje normaal. Toen ik er vorig jaar inging, ja, toen was het nogal mistig. En dat is wel heel erg jammer. Dan kan je niet echt helemaal door naar Spijkenisse kijken. Dus ja, dat vond ik wel jammer, vond ik dat. Maar voor de rest, ja, alles was er weer een beetje hetzelfde. De breakdance natuurlijk. Hoe heette dat ding ook weer? Caribbean Beach Party, die was er weer. De Wijshoren, ik weet even de naam niet meer. Tropicana, nou weet ik het weer. Ja, die was er. En ja, de Spinning Coaster. Het was eigenlijk allemaal een klein beetje hetzelfde. Het enige wat er eigenlijk veranderd was, dat was ja, dat grote huge ding er stond, hè, in plaats van reuzenrad. Dus dat was eigenlijk het enige verschil eigenlijk wat er was. Nou, in ieder geval, ja, deze vlog is later opgenomen. Ik ben inmiddels alweer naar een ander tripje geweest. En dat was met Kevin en met Ramon. En dat moeten jullie zeker weten. Even van de week even in de gaten houden. Want het is echt een hele leuke vlog geworden. Ik ga niet vertellen waar het is. Maar ja, Kevin, ik en Ramon, die hebben weer een hele leuke video opgenomen. Dus we zijn eigenlijk echt weer helemaal terug. Of ik ben in ieder geval weer helemaal terug met video's maken op mijn kanaal. Het heeft even lang geduurd. Maar er komen weer een heleboel leuke video's komen eraan. En ja, ik zou zeggen, in ieder geval, ja, dat is in ieder geval positief. Ook voor jullie. Ik had al commentaar gehad van Peter Pan. Van wanneer komt er nou weer eens een video online? Nou, bij deze dus een kermisvideo van de paardenmarkt in Heemvliet. Nou, paardenmarkt, dat was eigenlijk een paar dagen later pas. Maar in ieder geval de kermis in Heemvliet. En ja, in ieder geval dus binnenkort weer een leuke video. En dat is echt heel erg leuk geworden. Echt een hele leuke dag gehad met Kevin en met Ramonski. Dus zeker weten, blijven kijken. Dit was even een hele korte vlog eventjes. Maar in ieder geval eventjes een praatje over ja, hoe de kermis in Heemvliet was. Ja, valt ook niet echt heel erg veel over te vertellen. Jullie hebben het natuurlijk allemaal gezien. Dus bij deze. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje. Dan word je op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En kan ik alleen maar zeggen, ja, tot de volgende vlog maar weer. En dan kunnen jullie dus weer een hele leuke, lange vlog verwachten op mijn kanaal. Ik weet niet precies hoeveel ik nog gefilmd heb. Want op het moment dat deze video online is, moet ik hem nog editen. Dus ja, hang me er niet aan op. Misschien kan het een paar dagen duren voordat het is. Want ik heb het ook weer ontzettend druk deze week. Dus ja, hang me er niet aan op wanneer die online komt. Maar hij komt in ieder geval zo snel mogelijk, ga ik hem online zetten. Zo snel mogelijk editen en online zetten. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Bye bye. Hoi.